Nou, goeie. Oh. Hey, goeie. Hallo. Wij vragen ons af wat dat grote gebouw daar is aan de overkant. Dat is Makkum. Oh, is dat fabriekstrein? Hé. Hey. Daar zit ook, ja. Ik dacht dat Makkum dichterbij was. Maar u komt wat vragen? Ja. Oké. Okay. Maar wie men uit wat je man dwaam hier? Maar je komt net uit Friesland, denk ik. Nee, ik kom niet uit Friesland. Nee. Dus dat versta ik nog wel. Oké. Okay. Maar wat zijn jullie aan het doen vandaag? Wat zijn wij aan het doen? Wij maken een tochtje door Zuidwest-Friesland. Zomaar. Zomaar. Ja, ja, ja. Want waar komen jullie vandaan? Ik uit Nijmegen. En ik woon nu in Amsterdam. Okay. En ik was bij haar en toen zijn we samen op stap gegaan. Even kijken of ik een leuk buitenhuisje kan vinden. Ja? Ja. Ja. Ja, hier in de omgeving? De polder trekt. Oh ja? Ja. Ik heb lang in de polder gewoond, dus ik mis het. Het uitzicht met name, hè? Ja, ik wil kijken. Ja, ja. Moet kijken. Moet kijken op het platteland. Ja. Nou, wat leuk. De koeien in de wei en lekker de einder zien en dan is het wel goed. Ja. 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 En wat zijn al die knutten hier? Of hoe noemen jullie die beesten? Knutten? Ja, de knutten. De muggen. Oh, muggen, ja. We lopen door muggenwolken. En het gekke is, we waren eerst in Pingjum vanochtend. Daar had je ze niet. En toen vroeg ik me af of het te maken had met hier het zoete water van het IJsselmeer. En het zoute, het zilte water van de Wadden. Dat je hier meer die muggenwolken hebt. Volgens ons wel, maar wij zijn niet natuurkundigen. Geen natuurkundige, ik zie het. Nee. Oh. Nou, ja zeg. Maar het is tijdsgebonden, toch? Ja. Mei, juni nog een beetje, dan is het weer weg. Ja. Ja. Bent u familie? Of? Wij zijn zussen. Ja. Ja, ja, ja. En toch een heel ander accent, hè? Het Amsterdamse en Nijmegen. Ja. Ja, ik woon 35 jaar in Nijmegen. Of toch langer. Langer. Ja. Ja, al bijna 40. 40 jaar. Ja, 40 jaar. Dus ik heb dat accent waarschijnlijk wel overgenomen. Ja, doet u dit vaker met z'n tweeën? Nee. De uitstapjes maken we niet zo vaak. Nee, maar zij is heel veel in Amsterdam. Ik ben vaak, en dan logeer ik bij haar. En dan ga ik op de kleinkinderen in Amsterdam passen. Die wonen wat klein, dus dan kan ik bij haar logeren. Ja. Nou, dus op die manier zien we elkaar heel regelmatig. Ja. Zo komen er allemaal levens langs. Nee, uitstapjes doen we eigenlijk nooit. Nee. Wat vindt u dan zo leuk aan Friesland? Ik vind het, de mensen vind ik leuk. Een beetje nuchtere mensen vind ik wel leuk. En ook het groene, het platte, het groene vind ik leuk van Friesland. Met haar ga ik dan ook altijd fietsen. Zonder van die windmolens vind ik een beetje, of niet? Of stoort u zich er niet aan? Ik vind het meevallen. Er komen nog wel een paar bij, geloof ik. Ja, ik zag het toen we over de dijk reden. Allemaal van die pilaren in zee waar dan die dingen opkomen. Daar komen nog heel wat bij. Ja. Als het zo in de einde is, vind ik het niet zo erg. Nee. Je moet kijk, het niet onbewonen, denk ik. We willen allemaal groen, maar we willen het not in my backyard. Dat is natuurlijk altijd wel de probleem. Ik ook hoor. Ik zou het ook niet met mijn achtertuin willen. Nee, natuurlijk niet. En ook hier niet dichtbij. Maar het valt me mee. Ik vind het in zee, heb je het ook, bij Egmond. Dat vind ik storender. Ja. Bij Vlissingen heb je het ook, maar dat vind ik ook niet erg. Ja, ver allemaal niet erg. Ver wij gaan gewoon nu zo meteen richting Amsterdam. Nou, dan wens ik u nog een hele prettige dag. Oké, dankjewel. Dankjewel.